Tegenover de gevangenis in Heerhugowaard zit het magazijn van Kabeltje.com. Daar spraken wij Wouter Hol, oprichter van deze webwinkel, over zijn succes als jonge ondernemer. In het begin was het gewoon om in het weekend een paar biertjes te kunnen drinken. Daar deden we het eigenlijk voor. En later dan kan je daar opeens ook een auto van kopen. En nog later kan je opeens je huur ervan betalen. En dan kan je een tweede auto erbij nemen. Dus dat is wel enorm veel gegroeid. Dus in het begin dacht ik van dit is gewoon een bijbaantje. En later ga ik alsnog studeren. En dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. En in dat opzicht is het natuurlijk wel heel vet dat gewoon gelukt is. Met iets wat ik zelf opgezet heb. Dat ik daar nu gewoon van kan leven. Jullie hadden eigenlijk een gat in de markt gevonden en in feite dus ook een lot uit de loterij. Ja, zo kan je het wel zien op zich. Zeker in die tijd was zoiets er helemaal niet met kabels. Er moet natuurlijk wel genoeg verdiend worden, maar het is niet zo dat we puur voor het geld doen. Als je kijkt hoeveel tijd we erin gestoken hebben en hoeveel geld het opgeleverd heeft, dan zeker in het begin, dan verdien je er helemaal niks aan. Dan zijn er veel makkelijke manieren om geld te verdienen. Dan moet je gewoon gaan studeren en een goede baan zoeken en dan verdien je in één keer gewoon een dik inkomen. De eerste 4-5 jaar hebben we er niet heel veel aan verdiend. Zeker de eerste 3 jaar, dan leid je gewoon verlies. Al het geld wat je verdient, moet het terug in het bedrijf. Dus dan ben je helemaal niet efficiënt bezig als je snel geld zou willen verdienen. Dus wat dat lot uit de loterij betreft, het is toch ook wel gewoon hard werk? Ja, zeker. Op de drukste periode hadden we gewoon werkweken van 100 tot 120 uur. Dat ging helemaal nergens over. Dus het was om 8 uur 's morgens beginnen met inpakken tot een uur of 8 uur 's avonds. En dan daarna nog e-mail beantwoorden en advertenties plaatsen en dat soort dingen. Dus ja, dan op een gegeven moment dan verlaat je verdienje en dan zeggen vrienden ook van ja, waar ben je nou? En dan moet je toch bedenken van ja, dit is leuk, maar dit ga je ook niet lang volhouden. En dan moet je dus manieren vinden om dat efficiënter te gaan doen. Koert Knijnenberg van het bedrijf Nick Out verzorgt de logistiek voor Kabeltje.com en werkt al enkele jaren samen met Wouter. Ik was erg onder de indruk, nog steeds, over hoe je op jonge leeftijd snel kan groeien. Het is het klassieke verhaal. Je hebt een idee, je begint ermee op zolderkamer en het groeit uit tot een bedrijf wat heel veel omzet maakt. Zijn Vincent en Wouter nog veranderd sinds hij ze kent? Nee, ik vind ze eigenlijk weinig veranderd in die tijd. Wat rustiger geworden, want ze hebben ook wat meer rust gekregen, denk ik, om wat meer na te denken. En wat meer te genieten van het leven, dat is ook wel belangrijk. Maar op zich zijn ze in niet veel veranderd. Hoe denkt Wouter dat de toekomst er voor hem uitziet? Ik denk niet dat ik altijd een webshop blijf houden. Ik heb ook nog een hoop andere ideeën voor andere bedrijven. En mensen benaderen mij ook wel eens met ideeën of ik daarin mee wil doen. Dus uiteindelijk dan wordt misschien het bedrijf verkocht en ga ik zelf wat anders doen bijvoorbeeld.